Angela, zou jij nou, als ik jou een fotootje stuur met een dikpik, zou jij dan het traumatische ervaren? Stel je eens voor, Angela. Nou, stel je zou jij het traumatische ervaren? Ik denk dat ik hem uitprint en inlijsten, Johan. Ja. Boven mijn, jij houdt hem boven je bed. Maar die vrouwen, kijk, als een vrouw... Ze nemen mee naar bed, denk ik, zelfs iedere avond. Ja. Als jouw piemel in Madame Tussauds zou staan, waar zou ze dan zetten? Zou ze hem echt bij de ingang zetten? Nee, zodat iedereen gaat weten waar ze aan toe zijn? Nee, het is een probleem. Ik heb het laatst geprobeerd. Maar ik moest de telefoon in de breedte doen. Ik kreeg hem er niet op. Hey, maar wat wel het lastige. Zit een man hier laten lachen nu? Ja, die moet heel erg. Wat wel het lastige is met deze discussie. Kijk, je hebt nu al spijtheid gedaan. Dit valt me nog mee. Weet je, dat is wel ook een draai die ik zelf in deze hele discussie heb gemaakt. Want in 2017 dacht ik ook nog van slam die man voor zijn bek en geef hem een knietje en wegwezen. Maar je gaat altijd uit van wat je zelf zou doen en wat je denkt dat je zou doen.